stappen bij kast 8. Kast 8 heb ik een klein experimentje even met een honingkamer van de Flowhive uitgeprobeerd bij deze kast. Ik gebruik nu een klein beetje experiment. Jullie krijgen gewoon honing, misschien niet uit deze kast, maar dat komt goed. Kijken of hier wat gebeurt. Er gebeurt echt helemaal niks. Deze kast haal ik er ook gewoon nu even af. Want er gebeurt hier zo weinig dat de bijen hier niet eens in zitten. En het is ook vrij rustig. We gaan even kijken hoe het met ze is. Even hoog zetten. Heb je echt een plekje? Ja. Wij hadden nog totaal geen zin om in de honingkamer iets te doen. Nou, het zit wel voor me bij. We gaan eens kijken waarom ze dat niet willen. En wat ik ga doen is dat ik het moerrooster er even een tijdje tussen uithaal. En dat ze dan de honingkamer in kunnen. Bijvoorbeeld dat kan, hè. We gaan eerst eens kijken wat er aan de hand is. Hetzelfde geld is er gewoon een hele andere reden. Je ziet een aantal oude ramen nog met schroeven. Die gaan er uiteindelijk uit. Dat hebben we vorige keer ook al gezegd natuurlijk. Dat is al vrij binnenkort. En binnenkort is uiterlijk eind juli eruit zijn. Nou, dit raam is niet heel bijzonder. Wat bedoelt? Geen eitjes, dus ik kan niet direct zien of dit volk gezond is. Met een goede koningin. Deze ramen gaan wel verder naar buiten werken. Waarom werken we naar buiten? Nou, dan kan de broed uitlopen. En dan wordt er hopelijk geen nieuw broed ingelegd. En dan kunnen deze ramen er gewoon uit. En dan kan ik een verse raam inhangen. Hier zie ik wel larfjes en eitjes. Dus ik weet nu al, het is gezond. Ze hebben ruimte. Ze zijn niet aan het wildbouwen. Dat is merkbaar. Dus het is niet echt een bouwdriftig. Dat kan ook een reden zijn waarom die naar de honingkamer gaan. Dus daar kan ik wat middelen voor regelen dat ze daar aan de slag kunnen. Ik zie hier wel, gaan we even checken, ik zie hier wat koningin doppen. En die zijn nog open. Nou, aangezien er echt larfjes zitten, wil ik deze doppen meteen weghalen. Ik heb hier echt wel een volk wat een gezonde koningin heeft. Dus deze doppen wil ik niet zien. Die vallen erin, die had ik er zo aan. Daar nog een dop. Laat deze dop heel even zitten. Dan check nog even de rest van de ramen. Maar volgens mij is dit volk echt wel gezond. En is er echt een leggende koningin. Hier zie ik larfjes, het echt wel dagoude larfjes, dus er moet echt wel een koningin in lopen. We gaan kijken of we nog meer doppen tegenkomen. Ook hier zie ik gewoon dopjes of larfjes. Ik zie niet direct een koningin lopen. Deze hang ik even hier. Waar loopt die koningin? Ja, dat kan echt overal zijn. Een indicatie waar ze loopt. Eentje is het derde raam. Andere keer is het zo op het laatste raam. Als er een metertje voor was, zou het heel prettig zijn. Dan weet je meteen of ze erin zit. Een chipje op de koningin? Ja, misschien kan dat wel. GPS trekker of zo. Dat zou het zijn. Maar je zwerm ook blijft volop. Voor de Tech Boys. Wat mooie volk hier zo. We zien wat open broed, gesloten broed. En wat ik al zei, ik zie gewoon echt op ieder raam wel larfjes. Dus het is hier ook nog een koningin op aan de zijkant. Het is in mijn ogen echt niet de bedoeling dat ze een nieuwe koningin gaan aanmaken. Want volgens mij doet ze het gewoon hartstikke goed. Dus er is gewoon een koninginnencel belegd. We checken nog even de laatste vier ramen. Wat daar allemaal speelt. En hier zien we een raam vol met nieuwe bijen. Die gaan zelfs allemaal uitkomen. Het ziet er allemaal heel goed uit. En aan de andere kant zie ik ook een hele stapel koninginnentoppen.
Dat checken we eventjes. Dit is trouwens wel een super ruim om even bij een ander volkje erbij te houden. Een klein volkje om daar een nieuw volkje uit te maken. Want dan kunnen die drie volken gewoon uitlopen. En als dat een beetje leuke koninginnen zijn, is dat prima natuurlijk. Ook hier heel veel broed. Deze dop trek ik weg. En hier zie je. Maar aan de andere kant volgens mij ook wel nog een dop. Ook dit zit er gewoon allemaal nog met nieuwe eitjes uit. Dus ik denk echt nog steeds dat hier niks aan de hand is. Dus ik ga lekker deze beginnende koninginnedop ook wegsteken. Die steek ik weg. Het spijt me jongens. Ik wil geen nieuwe koningin in dit volk, want ze doet hartstikke goed. Jullie moeten alleen even met z'n allen naar boven. Prima in orde. Ook een lekker rustig volkje trouwens. Er zit een paar van me af. Hé, er zit ondertussen een volk gevoerd, dus dat is niet zo gek. Ook hier allemaal larfjes weer. Larfjes, gesloten broed. Ik had er even één beginnend op. Ik zoek niet direct naar de koningin, want het spijt me, ze moeten gewoon zijn. Er zijn zoveel beginnende larfjes. Het zou heel raar zijn. Die doppen zijn niet van vandaag. En er zitten echt larfjes bij die echt van vandaag of gisteren zijn. De eitjes, de oude larfjes. Ja, ze moet gewoon aanwezig zijn, dat kan niet anders. Goed. Ik loop nog even voor de zekerheid de boer na, dat ik echt geen top gemist heb. Dat kan ik al zijn, ik doe nu dit volkje gewoon hier op het zwemmen. Zodat het nog gewoon. Allemaal potentiële plekken voor een top. En hier zaten een aantal koninginnen dop op de gesloten waren. Dit schud ik even af. Als de koninginnen dop hebben gezeten, is ze er nu af. Ik hoop niet dat ik de dop heb. Naval de zijkantjes eventjes, even op een dop in zit. En ik heb even een kunstraad, maar dat geeft niet. Ik kan er wel even een lengteruim in hangen. Dan hebben ze lekker de mogelijkheid om daarop te bouwen. Dan gaan ze daar maar even mee aan de slag. Dat betekent dat dit volkje even in de gaten moet houden. Dat hij binnenkort even terug moet, dat doe ik misschien wel zonder camera. Even te kijken hoe het met ze gaat, netjes checken. En dan komt het weer goed. Nou, ziet er leuk uit bij de bijen. Mooi verhaal, lekker kort. Nou, lekker kort, er zit wel even een dingetje bij natuurlijk. Even deze kant nog even. Nee, geen rare doppen. Die zetten we mooi terug aan de buitenkant. Deze zetten we ernaast. Hier zit gewoon nog een dopje op, hè? Even checken. Ja, hier zit een dop. Die willen we niet. Wat ik even doe bij die dichte dop in zit. Even checken hoe ver de koningin zou zijn geweest. Die open doppen zijn gewoon nog eitjes, larfjes, wat dan ook. Gesloten doppen. Ik ben benieuwd hoe oud het is. Het is ook nog een larf. Of is het zover begin het koningin is. En ik heb er hier nog eentje zitten. Die is licht platgedrukt, dus die zal sowieso niet goed meer zijn. Daar zit ook een larf in. Die checken we even helemaal weg. Geur er ook uit, dus hoppakee. Zo, daar zit verder niks. Oké. Mooi. Geen doppen verder. Hier ook. Nog even bij moet.
bulkje bij. Ja. Hier hebben ze al zat ruimte om te bouwen. Nou. Ik zal ze sowieso wel even de afstandsreep in stoppen. Even geen kunstraap bij de hand. Even een leeg raam en dan hebben ze het idee dat ze daar wat mee kunnen doen. En dan kunnen ze gaan uitbouwen. Als het vermoedelijk niet helemaal goed gebeurd nog is, dan zal ik even een kunstraap bijhangen. Ik ga hier volgende week even terugkomen. En wat ik voor nu heb, is de woningkamer afhouden. Ik leg hier nu alleen even de deksel op. Zo. En dan mogen ze even zonder de woningkamer verder.